Ja, de Johan Cruijffschaal. Europees voetbal. Het ene hoogtepunt volgt het andere snel op voor Pax Volle het afgelopen jaar. Maar dit was toch wel echt het ultieme. Het winnen van de KNVB-beker. Wat is hier nou toch de achtergrond van? Thomas, bal aangeraakt en dan is het gelijk. Maar zo kan het ook. Bal vol op de paal geschoten door Van der Werf en dan de rebound. Zwolle op voorsprong. Mokotjo, en is dit geen buitenspel? Dan is het 3-1 voor Zwolle Fernandes. Lijkt wel het tempo wat hoger te zijn. Is er ook meer dreiging zoals hier bij Fernandes? Dan is het 4-1. 4-1. De bal blijft daar hangen van Polen in tweede instantie. 5-1. 5-1. Ja, Bram. Dit zijn toch beelden waar je toch helemaal nooit genoeg van krijgt als je dit zo ziet. Nee, dat klopt. Als je er even doorheen zit en je zet de DVD van de finale weer op, dan kun je er weer even tegenaan. Ja, ja, hoe vaak heb je dat al gedaan? Nog niet zo heel vaak dit jaar, want we hebben voor de rest al een aardig jaar gehad. Gaat wel goed, dus, hè? Misschien in de toekomst nog een keer. Ja, maar als je die beelden zo terug, krijg je het gevoel van die wedstrijd dan ook weer gelijk terug? Weet je wat je toen, wat er door je heen ging, hoe je je voelde, hoe ging dat? Ja, ja, je merkt nu, aan het eind van het jaar komen de meeste mensen, de meeste media, die vragen ook gewoon weer eventjes naar hoe het jaar was. En ja, dan kom je, nou, bijna vanzelfsprekend, kom je weer terug op als eerste bekerfinale. En dan, ja, dan krijg je weer een bepaald soort gevoel van trots. Ja, je hebt wel iets neergezet wat, nou, voor Zwolle uniek is, voor de hele omgeving in de Zwolle is dat heel uniek geweest. En nou ja, het zegt al genoeg dat het de eerste grote prijs is geweest in de geschiedenis van Pax Zwolle. Weet je ja, wat zo mooi is ook? Jouw overbuurman die is voor Ajax en die zat naar een filmpje te kijken en die zag ik steeds verder wegzakken. Maar een vraag, is het de Ajax van de Arena? Ja. De Ajax, de... Het grote Ajax, Sandrik. Ja. Ja, ik moest hem net ook al uitleggen dat hij is een beetje Twente supporter. Hij zegt, maar Twente of Pax Zwolle, zit dat dan ook in dezelfde league, zegt hij? Ja. Dus ja, we staan zelfs boven Twente. Maar hij nog steeds niet. Ja, je hebt dus niet zoveel met voetbal, Sandrik. Nee, helemaal niet. Maar als ik dit nu zie, 5-0. 5-1. 5-1, dat is nog steeds belachelijk. Ja, belachelijk goed. Ja, maar ja, dat was het opzichte van de Ajax. Ik heb heel hoge beelden van in mijn hoofd van Ajax. Ja, dat die Ajax man, echt de top van de top van de top en de top is. En hier komt Zwolle out of nowhere en 5-1. Ja, ja, dat wel. Daarom moet je ook Zwolle supporter gaan worden. Nou, maar dan zeg je iets, hè? Daar komt Zwolle out of nowhere, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want jullie bouwden er wel zo langzaam naartoe. Ja, nee, dat klopt wel. Het is stap voor stapje gegaan bij Zwolle met dit tot nu toe als ultiem hoogtepunt. Ja. Nou ja, het feit dat we nu ook weer vierde staan, dat zegt wel genoeg. Ja. Ja. Even voor degene die... Ook. Maar heb ik heel weinig met voetbal. Maar jij zegt stapje voor stapje. Maar hoeveel jaar heeft het gekost om hier te komen? Nou, toen ik begon, was het stadion in aanbouw. Daar hadden we nog maar één tribune staan. En dat was 8 jaar geleden. En toen, weet ik nog, eind van het seizoen waren we een keer gelukkig dat er voor mij 3.500 man zat. Nou ja, als het dan... Daarnaast is het stadion groter geworden, is afgekomen. Op een gegeven moment hadden we 7.000, 8.000 man publiek zaten. Werden we kampioen. Werden we eerst 11e. Nou ja, de rest is geschiedenis. Ja. En dan win je die beker en dan mag je in de bus terug naar Zwolle. En daar hebben wij een camera opgezet destijds. En daar werd best wel goed naar gekeken, Marijke. Ja, het is ja, heel Zwolle en omstreken werd gek rond die finale natuurlijk. Zo gek dat zelfs na die wedstrijd wij inderdaad een busje met een camera erachter, achter de grote bus uit Amsterdam, of nee, Rotterdam weer terug zijn gereden. En daar keken, ik heb even de statistieken erbij gepakt, op het hoogtepunt bijna 1500 mensen tegelijk naar. En het enige wat je ziet is dit. Het zijn achterlichten van een bus op een snelweg. Midden in de nacht in het piekendonker. Midden in de nacht, want om 10 voor 1 toen keken de meeste mensen. En dat waren dus meer dan 1500. Die keken allemaal op hetzelfde moment. In totaal hebben die hele avond meer dan 17.000 mensen, of in ieder geval 17.000 keer is die video aangeklikt om te bekijken. En op het moment dat we hem uitzetten om 1:30, dat je denkt, nou nu is het toch wel klaar, toen waren ze bij het stadion terug. Toen keken er nog 189 mensen naar de achterlichten van een bus. Ja. Helemaal gek. Helemaal gek. Fantastisch. In die bus, Bram, had je daar überhaupt in de gaten wat er buiten gebeurde? Want ik als niet-voetbalkenner stond wel die nacht
op een viaduct in de buurt van Wezep om die bus binnen te zien komen. En dat stond gewoon, dat stond helemaal vol. Ja. Vertel dan ook even dat je aan de verkeerde kant van de weg stond. En dat was op de Centuurbaan. Daar stond ik ook in dat keurig klaar en toen ging de bus de andere kant op. Prachtig. Nou ja, het begon eigenlijk bij de Kuip al voor ons. Wij moesten heel lang wachten voordat we, nou ja, eerst met de media, was heel veel media belangstelling natuurlijk, dus moest je allemaal te woord staan. En daarna hebben we een soort van klein feestje daar ook nog wel even gehad. En toen we wegreden daar bij het stadion, had je allemaal Feyenoord supporters die ons kwamen uitzwaaien. Want die waren zo gelukkig dat we van Ajax in hun stadion hadden gewonnen. Dus dat vonden ze helemaal geweldig. Ja, en toen kwam je gaandeweg naar Zwolle. Nou, wat je net al zei, ik heb jou niet gezien, maar nee, ik heb wel een hoop mensen donker, inderdaad in de viaducten gezien. Ja, en dan die dag daarna, de grote huldiging in Park de Weeselanden. Laten we daar ook even naar kijken. Kandidaat, hè, die trainer. Dat zag er niet uit. Is toch wel aardig, hè, voor zo'n klein clubje. Had je die gedacht, ja, hè? Ja, ik denk, dat is bijzonder, joh. Ik ben nog steeds een beetje ongeloofwaardiger van, is dat de echte Cup? Ja. Maar ik denk dat je op dat moment pas echt meekrijgt wat jullie hebben losgemaakt in Zwolle. Ja, dat klopt. We wisten wel een beetje wat ons stond te wachten natuurlijk, omdat wij 3 jaar eerder kampioen waren geworden. Alleen dit was nog 6 keer zo gek. Het was voor mij ook op tweede Pasendag. Dus de meesten waren ook vrij in Zwolle en rondom Zwolle. Nou, volgens mij was ook iedereen naar de grachten gekomen en, om ons uit te zwaaien. We hebben teruggekeken, maar we kijken ook een beetje vooruit. Hè? Want we zitten aan het eind van het jaar. Jullie hebben het heel erg goed gedaan. Dat denk ik, 2015. Hoe ga je dat nou nog overtreffen? Ja, dan zullen we kampioen moeten worden, denk ik. Ja. Ik denk niet dat het heel realistisch is. Nou ja, het is voor ons een onwaarschijnlijk mooi jaar geweest. Met heel veel hoogtepunten. Natuurlijk ook de Johan Cruijffschaal nog Europees gespeeld. Dus ja, en als Zwolle zijnde weet je ook wel dat dit ga je niet elk jaar meemaken. Dus nou, laten we vooral nu nog even van genieten en dan we zien het dan wel volgend jaar. Ja, die beker dat kan in ieder geval nog steeds. Daar zitten we nog steeds in, ja. Ja. Kijk, 2015, ik zeg als Zwollenaar gewoon tenminste net zo goed doen. Ik teken ervoor. Kijk, gaan we doen.